lieve vrienden, daar staat Jessica achter mij. Hallo. Mijn surrogaatdochter, Karin haar surrogaatzusje. Zus. Sorry. Daar is het ziekenhuis. Ja? Nou, daar gaan wij nu naar binnen toe. En we zullen kijken hoe het met de dame in kwestie is. Ik zou zeggen, tot straks. Nou, we zijn dus al een geruime tijd in het ziekenhuis, lieve vrienden. Ja, en Karin die ligt er heerlijk op het bed. Ze mag morgen al weer naar huis. Ja, hoe ja want dat? Ze houden geen postcodes. Ook goed Jessica, die is aan het vloggen. Ja, en daarom vloggen we elkaar. Zeggen, die mensen, zo'n die je hoort, is de moeder van Karin. Dus vandaar ja, weinig hoefde te zeggen. Daarom. En daarom, als jullie hem hebben. Ja, Jan, dat is een goede vriend hier. Van mij die ook een goede vriend van Karin is geworden. En ik heb hele mooie knuffels en een mooi kussen gehad. Die mag ik niet erop zetten. Dus daar staat het. Een hele mooie. Laat ze even zien wat je allemaal. Ja, dat klinkt nou toch niet bij, schat. Ja. Gaat erin. En Karin ik heb een hele mooie lieve beestje. Ja, maar die heb ik zelf gekocht. Ja, maar dat is wel lief. Kaarten gekregen, die ik laat ik straks wel even zien. Kussen en lekker appelsappie en van mijn moeder. Mamse. Appel heb ze zacht van mijn moeder. Ja, maar die bewaar ik lekker voor thuis. En dat beetje draaien, bietenscheun. Zo ja. Maar die bewaar ik allemaal lekker voor thuis. Dus ook nou, en wat vanavond. Kaarten heeft ze gekregen. Moet ook een tas mee, extra. Ja, dus ze is wel verwend, die dame daar. Een kaart van de overblijfmedewerkers. Moet ik even een beetje openmaken voor je, schat? Dat je het, en dat ik het weer even indoe zo voor je. Handtekeningen. Even handen. Kaarten van de moeder. En de rest. Ik heb hem nog even laten zien. Ik ben te snel. Oh ja. Ja. Ik heb er nou twee. En wat ze ook hebben gekregen op speciaal voor Zoe. Kippie. En van Kippie. Is. Kip. Lekkere kip. Wat? Kippie. En nee, we worden er niet door gesponsord. Nee, we worden zeker niet gesponsord. Die geen reclame. We worden er niet voor betaald. Ja. Nog een andere kaart. Beter worden daarmee. Beter worden, dat kan je als de beste en de beste KRW-kennen die weten wat ermee bedoelt. Dikke knufjes. Ja, kom maar zo aan. Kus en dikke knuffel erop. En dat staat op het leuke haartje. Wordt hij waar zegt, dan moet je even draaien. Nou, dat deed ik nog niet scherpst. Nu wel. Ja, wat een akelig dat gepiep. Heb je nou een scherp? Nee. Scherp stellen. Ah, dat maakt niet uit. Even kijken. Dus dat. Vertel jij je maar. Bent er kanjer met een hart van goud. Nou, toppie toch? Dat is helemaal waar, toch? Beter worden, dat kun jij als de beste. Zeker weten. Ja, hartstikke mooi. Kaart, dus. Zullen wij net als de vorige keer weer jouw wit even laten zien? Ja, deed dat. Nee, dat gaat dus nou niet, maar daar heb ik wel een foto van gemaakt. Dus. Ja. Oké, nou die zal ze denk ik wel weer verwerken in de vlog. Wil je nog dammen. Zwaaien naar je vloggers? Wil je nog een persoonlijke boodschap zeggen? Nee, daar ben ik nou nog even te suffies voor. Oké. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ja, en verder beterschap namens de volger. Ja, dank u wel. Wil jij je vlogcamera bij je? Ja, de benen mag wel. Nou, Karin die wordt de temperatuur opgemeten, hartslag. Hoeveel temperatuur? 36,4. Mooi. Daar staat een heel apparaat. Oh, kijk. Molle. Ja, ze kijken hier. Kijk. En haar bloeddruk is zo laag. Mooi laag. Omdat ik me ook gewoon heel rustig aan word. Prima, meid. Netjes hoor. Mijn soppie. Ja.
Geweldig. Kun je er weer niet in? Lukt het weer niet? Hoe voel je je trouwens verder, Karin? Vergeleken met de vorige operatie. Ik ben lichamelijk moe, niet echt geestelijk, maar dat komt me misschien nog wel. Ja. Maar voor de rest, ja, heupen, ja. Het is net of een vrachtwagen over me heen is gedenderd. Okay. Dat is het enigste. En weet je al iets van de arts? Ja. Tel. Er is 1,2 kilo verwijderd. Doe hoeveel? 1,2 kilo. Zo. Geweldig. Weet je? Ja. Weet je ook al wanneer je naar huis mag? Morgen, zonder drain. Wat zegt u? Ging niet vanuit. Nee. Nou, we wachten af. We gaan er gewoon eigenlijk vanuit dat ik met de trein naar huis ga. En anders is het. We wachten gespannen af. En we horen het wel. We volgen het gewoon in deze vlog van Karin en Roderick. Juist. En ja. Van Corina en de Beestenboel. Ja. We'll be right back.
ziekenhuis druk bezig haar fiets op slot te zetten, want we zijn weer bij het station aanbeland. En ja, het station, daar staat het kolossale gebouw. Dat is iets heel anders dan wij hebben. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ja, de tijd is weer aangebroken dat ik straks de trein weer ga pakken richting mijn huisje. Dus ja, maar we gaan even lekker nuttigen. Ook dat gaan we doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En daar hebben we Jessica. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben er net weer in een trein gezet. Lekker, ja, ik kan mijn booster niet draaien hier. Het is een te kleine ruimte, ik kan niks beginnen, dus ja, we blijven zo bestaan. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben aan het vloggen, dus... Mag ik er langs? Als u er langs kan. Oh, u kunt niet aan de kant. Ik kan niet draaien meer. Oh, ik heb geprobeerd, dus ja, ja, je staat er dan wel een beetje op, hè? Oh, geef Oké. Okay. Oeh, zo, ja. Oké, nou, die vond het al niet erg, maar in ieder geval, het is een kleine ruimte. Hier zit dus een deur tussen, die gaat denk ik zo weer uit zichzelf dicht. Ja, dan gaat hij al. Ja. Dus ja, het is rijden met deze trein naar Schiphol. Daar ga ik er dus weer uit. Dan krijg ik weer een trein en ik hoop dat die beter is dan deze. Ja. Ik hou jullie op de hoogte en als het niet kan, dan zo tot ja, wanneer ik thuis ben. Thuis komen doe ik wel, maar ik ben bek af. Dat mogen jullie weten. Ja. Ze zeggen tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ben er net weer in een trein gezet. Ja, ik kan mijn booster niet draaien hier. Het is een te kleine ruimte. Ik kan niks beginnen. Dus ja, we blijven zo bestaan. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben aan het vloggen, dus... Mag ik er langs? Als u er langs kan. U kunt niet aan de kant. Ik kan niet draaien meer. Oh, ik heb geprobeerd. Dus ja, je staat er dan wel een beetje op, hè? Oh, geef je. Oké. Oeh, zo, ja. Oké, nou, die vond het al niet erg, maar in ieder geval, het is een kleine ruimte. Hier zit dus een deur tussen, die gaat denk ik zo weer uit zichzelf dicht. Ja, dan gaat hij al. Ja. Dus ja, het is rijden met deze trein naar Schiphol. Daar ga ik er dus weer uit. Dan krijg ik weer een trein en ik hoop dat die beter is dan deze. Ja. Ik hou jullie op de hoogte en als het niet kan, dan zo tot ja, wanneer ik thuis ben. Thuis komen doe ik wel, maar ik ben bek af. Dat mogen jullie weten. Ja. Ze zeggen tot later. Doei doei. Dag lieve vrienden, ik ben nu op Station Schiphol. 11 minuten over 8. Ga de volgende trein weer en dan mag ik blijven. 11 over 8. 20 uur 11. Gaat er weer een trein en dan mag ik blijven zitten, geloof ik, tot Den Helder. Toch? Moet mijn kaart ook even pakken. O jee, die zit in mijn tas. Wat een ziek idee. Schiphol, Amsterdam Sloterdijk. Moet ik nog een keer overstappen? Overstappen, ja. En dan mag ik naar. Ik aan waar u in de trein zit, zo dan weten ze ook. Ja, daarom. Maar ja, we zijn in ieder geval onderweg en dat gaat goed. En ik hoop op een behouden thuiskomst, want zoals jullie weten ben ik back-out. Ja. Dus. We gaan gewoon rustig zometeen die kant op.
En dan zien we dat ook. Hij gaat die kant op, die meneer. Dus ik moet hem achtervolgen. We gaan richting Amsterdam lopen. Oh, richting Amsterdam lopen, zegt hij. Ja, lieve vrienden, en toen waren we op Sloterdijk aangekomen. Ja, weer een perronnetje verder. Nu wachten op de trein richting Den Helder. En ja, blij als ik daar arriveer. Zeker weten. Maar ja, we houden gewoon goede moed. Ja, want anders doe je het ook weer niet goed. Nee. Of wel dan? Ja. Ja, maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en ik zie jullie later. Hallo lieve vrienden, we zijn weer thuis, zoals jullie wel allemaal achter ons zien. Ja, we zijn weer thuis, ik heb net de diertjes eten gegeven, ik heb koffie gedronken. Ik ben back af, de terugreis was ook belabberd en beroerd. De eerste twee treinen moest ik ook weer over dwars zitten. En de laatste trein, achteruit. Dat is iets waar ik niet tegen kan. Nee, dat ik ben lekker beroerd. Maar ja, ik ben wel blij dat ik geweest ben. Ik heb Karen tenminste weer gezien en de andere twee, Roderick en Jessica. Dat ik ben super blij. Het gaat goed met Karen. Ja, grandioos. Geen woorden voor. Ik ben trots op ze. Ja, op alle drie trouwens. Ze doen zoveel goede dingen voor elkaar, met elkaar, maar ook voor een ander. Menig een die van hun dat kunnen leren. Ja. En als Harret van Beek, mijn zoon, ooit mijn vlog luistert, of dankzij iemand anders die hem erop attendeert. Jongen, let eens wat meer op je zus. Aan haar heen een voorbeeld. Zelf doe jij geen goede dingen. Nee. Dat is niet om trots op te zijn. Maar zoals Karin Roderick doen. Ja, dat is om trots op te zijn. Zoals jij het doet. Nee. Maar het maakt niet uit. Nee hoor. Het is jouw keuze. Dat jij je familie laat barsten. Dat jij je familie een grote mond geeft. Het is helemaal jouw keuze, jongen. Als je daar gelukkig van wordt, is vraag 2. Maar oké, daarvoor zit ik nou niet hier op mijn stoel. Nee, ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne avond toe. Geniet ervan. En ik zou zeggen, voor later wel rusten. Lekker slapen met mooie dromen. Ook weer gezond op. En tot aan de andere kant van de nacht. En ik hoop dat ik uit kan slapen. Zo laat ik gaan vloggen morgen. Het is goed morgenmiddag om 1 uur of 3 wezen. Maar oh ja, het is morgen zaterdag. Astrid. Dan is het 15 juni. Want maandag kan ze niet komen. Dus die komt morgenmiddag eventjes aan. Nou ja, ook Gisellie. Ja hoor, komt allemaal goed. En dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.